kijk, dit is als we aankomen. Dan doe ik eigenlijk mijn uitleg, hè, in Rome van, jongens, zo en zo, dat is het plan. Een schitterende kleur dit. Ja, fantastisch. Echt super dit. Met de nieuwe opzet die ik vorig jaar zeg maar ingeluid heb, willen we ieder jaar een andere noviteit, een nieuwe bloem, in de kijker zetten. Waarom? Dat je ook steeds in het project een vernieuwing hebt. En die Cymbidium, ja, het is niet omdat we nu bij de Cymbidium kweker staan, maar ik vind het zo'n fantastische bloem. Hij is en heel sterk, hij is ook solitair prachtig te verwerken. En nu met die groene kleur, die willen we dus eigenlijk op het bordes gaan gebruiken. De groen, de kleur van hoop, rust, kracht. Het is ook een beetje symboliek erin. Maar het is gewoon een fantastische bloem waarvan ik zeker weet dat hij op het plein ook goed tegen de wind en tegen de eventuele neerslag kan. Dat is ook heel belangrijk, om daar ook rekening mee te houden. De paus die staat straks achter, letterlijk en figuurlijk achter de Cymbidiums. En die, wanneer hij dus zijn toespraak doet voor de wereld met Pasen, zien 1 miljard mensen zien dat. Dus dat is toch wel de moeite waard. We staan in de picture. Jazeker, ja. Ah, het is natuurlijk een fantastische uitstraling op een gegeven moment daar op het Sint-Pieterplein. Hoe wil je nog meer je product aan de wereld kunnen presenteren? Het is, wij doen dit project doen wij op een gegeven moment als gezamenlijke Cymbidiumkwekers. En dat wordt eigenlijk door de productcommissie en de promotiecommissie wordt het eigenlijk ondersteund. Maar het is nadrukkelijk op een gegeven moment een project van alle Cymbidiumkwekers. Paul die bedenkt dat en ja, hij had op een gegeven moment contact met een stageloper van ons. En zodoende is gekomen eigenlijk. Ja, we hebben gewoon een fantastisch product, alleen niet iedereen pakt dat nog op. En daarom is het gewoon heel fijn en heel leuk om deze kans te benutten. En om de wereld, zeker ook Nederland, te laten zien dat we een mooi product hebben. Paul is natuurlijk een toparrangeur. En het is natuurlijk fantastisch dat we via hem zeg maar ons product mogen promoten. En hij weet precies hoe hij het aan moet pakken. Het is een vakman, hij heeft heel veel kennis. Dus ja, prima, mooi. Ik zie hier, ik heb net geen zakdoek, maar ik loop te kwijlen. Nee, maar dit vind ik fantastisch. Ik vind het erg mooi om te zien. Maar ja, ik vind die groene kleuren allemaal heel mooi. Maar dit is ook heel bijzonder. En dan met die krachtige lip erin, dat Bordeaux rood. Prachtig. Dat maakt het echt. Ja, heel mooi contrast. Ja.